Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Eén ding is zeker, in deze Tour de France is helemaal niks meer zeker. We verwachten een klassieke massasprint. Er zouden wat waaiers tussendoor komen, die kwamen er ook. Maar van een klassieke massasprint absoluut geen sprake. Dat verraste zelfs de sprinters zelf. En daar zou je van denken, die hebben het parcours toch wel in de Tijd bekeken. Maar die finale bleek gewoon een heel stukje lastiger. En um, Vilvraat Jumbo-Visma maakte daar vakkundig gehakt van. Ja, het was uh, onvoorstelbaar eigenlijk om te zien. Uh, we zagen heel vroeg al Wout van Aert op kop uh, rijden in zijn groene puntentraai. Ik dacht eigenlijk op voorhand nou, deze aankomst hier, we waren natuurlijk uh, op tijd in Cahors, uh, is gemaakt voor Wout van Aert. Uh, loopt heel vies omhoog. 2,5% omhoog. Klopt. Voor lange tijd. Dus wij, wij liepen naar die finish toe en dachten van nou... Jij moet hier op 150 misschien als je hele goede been hebt op 200 meter pas aangaan. Echt niet eerder, nee. want uh, dan ben je de Sjaak. Ja, maar dat was. Uh, nou ja, en, en we zeiden toen: Ja, goed, wie gaat hier? Uh, Wout van Want zei al: ja, Jij bent altijd heel stel en je zit er vaak naast. Nou, ik zit er bijna dat nooit. Klopt. Ben bij, ik zit er bijna nooit naast, maar in ieder geval dit keer wel. Dat is niet waar. <laughs> maar wat we wel gezien hebben: wat een fenomenale laatste kilometer van Christophe Laporte. Absoluut. Hè? Uh, echt puur koers. Inzicht van apport die denkt nee, ik moet hier niet wachten en uh, nee. uit een wiel springen. Ik moet er naartoe springen en daarna erover. Ja, en zo geschieden. Ja, dat was dat is gewoon koersvernuft, echt inzicht dat je dat je op dat moment denkt oké, okay, want er waren nog allerlei ploeggenoten voor hem daar. Uh, sprinttreintjes waren er nog dat hij denkt oké, okay, ik moet nu oversteken die laatste 75 meter. En ook nog met die lastige aankomst, dat kan hij natuurlijk wel. Het is echt zo'n krachtsprinter. Uh, bij COVID-won hij ook wel dit soort sprintjes. Niet op het niveau van de Tour. maar wel in de kleinere wedstrijden was dit echt zijn, zijn ding. Uh, maar dat hij dan ook nog op 500 of 400 meter van de streep achteruit kijkt. En denkt: Ja, ik moet nog een tussenversnelling plaatsen, anders komen ze nog terug. En ja, dat was, dat was killing voor de sprinters. En ja, ik denk uh, met Jasper Philipsen ja. voorop, die, uh, die echt uh, yeah, not amused was. Ik heb verloren uh, 1,5 kilometer het wiel van een ploegmaat. Ik had die bocht verkeerd ingeschat. Uh, en dat heeft me volgens mij een overwinning gekost. Ja, ik zie het aan je. Dit is, uh, volgens mij voel je dit als een hele grote gemiste kans. Ja, is zwaar te luisteren. Ik denk dat ik de sprint gemakkelijk won. Dus uh, ja, dat is heel jammer dan. Ja. Het geeft ook wel weer aan hoe sterk en hoe grote stempel jumbo maar op deze... Toerdruk, maar ja, daar koop jij niks voor. Nee, zwar, ze maken ons allemaal belachelijk en uh, ze kassen de hele tour op. Dus uh, ja, fijn voor hun, maar uh, voor de tegenstand een uh, beetje minder. Ja, vol ongeloof kwam uh, Laporte over de finish. Uh, ik denk een zeer passend gebaar, want het is een ongelofelijke tour eigenlijk voor uh, heel Jumbo Visma. ze hebben nu vijf lids twee keer vingekaart. Vingego, twee keer Boud van aard. En één keer. Christophe Laporte. Ja. Met de eerste Franse zege deze tour. Ja. Dat is ook best bijzonder. Absoluut. Dus uh, feest in Frankrijk. Uh, er werd natuurlijk al ge gekeken naar Bardels misschien wel de man. Of vooral Pino. Maar ja, uh, wil je winnen dan moet je gewoon naar de Jumbo-Visma toe. Dat uh, lijkt uh, de eenvoudige conclusie. Um, en dat op een dag dat ze niet wilde winnen. Ja, het is ongelooflijk. Maar waar? Nou ja, weet je, dat was vandaag eigenlijk de bedoeling. Maar uh, ben, je niet, ben je niet gelukt? Nee, ja goed. Uh, ik denk dat het ook wel duidelijk was dat voor ons de, de kopgroep weg mocht blijven. Uh, ja, we hebben drie weken Tour de France en uh, iedereen zit op zijn knieën. En ja, er diende zich een, een kans aan. En uh, ja, die heeft Christophe gepakt. Deze renners zo'n team hebben en dan niet willen winnen. Ik weet niet of dat wel... Uh... Nou ja, de hashtag samen winnen leeft natuurlijk bij uh, Jumbo-Visma, dus dat, dat geloof ik ook niet zozeer. Maar goed, dat ze de vlucht de ruimte wilden ja. geven om eigenlijk gewoon een beetje rustig aan te doen. Wout van Aert wilde zich eigenlijk ook sparen voor de tijd. Ja, had van... hij nou slechte benen, wat hij zei? Of is het met name... Nou, hij voelde het wel, de rit van, uh, naar Hotakam. En dat was ook de reden waarom hij halverwege de rit gezegd heeft, uh, ik ga niet sprinten. Uh, en dus werd het toen voor Laporte. En ik moet eerlijk zeggen, die jaagt al jaren op een Tourzegen. Gaat vervolgens als sprinter van Kovic naar Jumbo-Visma in een nou ja, toch iets meer dienende rol. Krijgt één kans en versilvert hem. Ja, dan ben je in mijn ogen ook gewoon een klasse coureur. Ja, nou, vooral de manier waarop hij deze aankomst uh, hier binnen in een Tour zeker geen koekenbak En vooral de manier waarop hij het doet. Philipsen die zeker al op een flink gat zat, maar ook echt niet dichterbij kwam. Terwijl het... Ja, jij zei al: Dit is een van aard aankomst, maar dat is ook een Philipse aankomst. Ja. En uh, ja, dat, dat, die kwamen er gewoon, uh, gewoon niet aan te pas. Anderen zaten slecht geplaatst. Hè? Uh, we, jij sprak nog met Fabio ja. Jacobsen. Ja. Die eigenlijk ja, ook gewoon een slechte dag had eigenlijk en uh, ja, geen kans kreeg. Moest er op twee kilometer van de meet af, uh, waarna het uh, voor Sénéchal was. Um, en ja, goed, uh, dat was wat het was. En uh, die ziet vooral kansen straks op de Champs-Élysées. Uh, ja, de Champs-Élysées is denk ik wel wat voor mij. Ik reed vroeger rondjes om de kerk en dit zijn rondjes om de Arc de Triomphe. Dus uh, ik kijk er wel naar uit. Tot slot, hoeveel kans maak je daar? Een goede kans, denk ik. Andere Nederlandse sprinter waar natuurlijk naar druk naar gekeken werd, was Dylan Groenewegen. Die kwam er ook niet aan te pas, maar was desalniettemin zeer goed geluimd. Ja, op papier was het een sprinterrit, maar uh, het begon veelbelovend dat het groepje weg was. Maar... Uh, ja, de laatste 30, 35 kilometer heb ik alleen maar tussen mijn fiets gezeten. Hoe kwam dat? Ja, het was afzien. Het ging, het ging hard. Nee, op zich ging het nog redelijk. Uh, maar ja, de sprintuitslag uh, is zelf wel genoeg. Ik denk dat er ook niemand uh, meer in de buurt kwam, op poort kwam. Dus uh, de aankomst was ook nog wel echt uh, verraderlijk. Ik wisten wel van tevoren, maar... Ja, de laatste kilometer, ik probeerde bij een in het wiel te blijven, maar... Ik uh, kwam geen meter meer dichtbij. Het is ze week 3, maar gemiddeld is van... 50 km per uur in de eerste uren. Uh, jullie lijken maar niet, uh, niet stil te kunnen vallen. Ah, de wind in de rug een beetje, hè? dus dat scheelt. Nee, ja, het gaat gewoon heel erg hard. Ik denk dat het heel leuk is om te kijken. Voor een sprinter is het ietsje uh, iets minder leuk, moet ik zeggen. Maar uh, nee, ik denk dat we nu een hele mooie tour hebben. Uh, ja, vandaag, of ik dan teleurgesteld ben, dat uh, ja, daar zal het gewoon niet meer in denken. Dus dat moet ik ook realistisch zijn. Dan de rit van vandaag, de tijdrit. Uh, dit zou zomaar een beslissende dag altijd kunnen worden. Nou. Dat is nu het geval. Pogacar met zijn vijfde plek pakt nog wel vijf seconden. Maar goed, die tijdrit ga je geen drie minuten kwijtspelen. Nou ja, ik heb ooit een andere deen zien stuntelen in een, uh, ook zo'n tijdrit op de voorlaatste dag. Dat was Michael Rasmussen. En ik denk zeg ik uit mijn hoofd 2005. Stond derde in de bolletjesstrui en uh, tuimelde nog naar plaats zeven. In die laatste tijden. Dus ja, goed, ik hoop van harte dat het Vinger goede. -Go is niet een iets betere tijdrijden is dan ook Rasmus zo. ooit is geweest. Dus ja, nou, is onwaarschijnlijk. Maar goed, in het leven moet je niks uitsluiten. Maar wij gaan de gemakshalve en nu vanuit dat het uh, als hij gewoon op zijn fiets blijft zitten, veilig gaat zijn. Die tijdmarge gaat hij niet verspelen. Um, Waar wordt het dan spannend in het klassement? Plek 5, 6, 7. Ja, rond, uh, ja, rond de inderdaad. Die, uh, eigenlijk staat alles wel vast. Uh, David Godu staat vierde. Die gaat nooit meer Jerome Thomas achterhalen. Thomas, normaal gesproken op papier, de betere tijdrijder. Uh, op de vijfde plek staat op dit moment uh, Nairo Quintana. Die ook die twee minuten die hij achter heeft op Godu. eigenlijk ook niet gaat, uh, gaat achterhalen. Maar dan staan eigenlijk binnen uh, een veertig of vijftigtal seconden Nairo Quintana, dus op plek vijf. Louis Mijntjes op plek 6 en Alexander Vlaashoff op plaats 7. Ja, de en betere tijdrijder. De betere tijdrijder, en, want dat doet hij dit seizoen fantastisch. Ja. Het was niet zo specialist, maar dit seizoen rijdt hij echt heel goed op de Specialized bij Bora Hansgrohe. En ja, um, als ik mijn vermoeden moet uitspreken, is de verdeling voor na de tijdrit op een vijfde plek Alex Vlaashoff dan Louis Mijntjes. Die wordt eigenlijk ingehaald door Flaas of, maar het, uh, het haalt zelf ook weer Quintana in het seconde. Er ja. zit volgens mij maar 7 seconden tussen die twee. En Mijntjes is normaal die iets betere tijdrijder ja. dan Quintana. Ja, Quintana die maakt dan nog een uh, duikeling van 5 naar 7. Dat is ook eigenlijk de reeksom die uh, Ike Visbeek op de top van uh, Hota Kaan maakte. Uh, de zesde plek is waar zij denken dat het realistisch is voor uh, Louis Mijntjes. Een tijdrit, um, hij is niet heel kort, ruim 40 kilometer, twee. Korter coach in de finale van iets meer dan een kilometer uh, wordt dit iets voor de echte tijdritspecialisten? Kijken we dan de Wout van Aert, Koen, Ganna, of gaat het gewoon voor de klasse mensenmannen, de mannen die het best herstelvermogen hebben en ook alle twee goed kunnen tijdrijden, of eigenlijk alle drie? En dan kijken we naar, naar Vingago Poketjar, Thomas. Wat denk jij? Ja, ik verwacht toch, uh, naarmate een ronde voordat, is het eigenlijk zo dat de klassementrenners in een tijdrituitslag vaker meer van voren komen. Uh, aan de andere kant heb je wel met Ghana en Koen echt hele goede specialisten. Maar um, ja, om een antwoord op die vraag te vinden, heb ik dat ook maar eens bij een ploegleider neergelegd. En dat was Arthur van Dongen. Ja, we hebben het parcours goed bestudeerd. Uh, na drie weken uh, afzien in de tour, is het ook gewoon heel veel namen. Uh, hoe fris ben je nog op dit parcours? Met name in de finale zijn er toch nog twee lastige klimmetjes. En we denken daar met uh, Wout en met uh, Jonas uh, ja, gewoon mee te doen weer voor de overwinning. Er zijn ook nog altijd mannen als Stefan Koen als Filippo Ganna in koers. Uh, in hoeverre hebben klassementsrenners gezien uh, de derde week, het slotweekend, een voordeel ten opzichte van de echte specialisten of misschien wel juist niet? Nou, normaal gesproken juist niet, denk ik. Hè. Wat ik net zeg, hoe, uh, hoe fris je bent, uh, hoe beter. Uh, dat zien we ook vandaag aan Wout, die heeft natuurlijk uh, enorme Tour de France gereden. Maar vandaag ook wel aangegeven dat uh, de benen niet al te best waren en daarom uh, zelf niet wilde sprinten. Dus dat, dat gaat gewoon meespelen, de frisheid, uh, nogmaals, uh, hoe je er morgen, ja, morgen voor staat. Nog even tijd voor de voorspelling. Ik ga voor Filippo uh, Ganna, de wereldkampioen tijdrijden. We hebben eigenlijk heel weinig gezien uh, deze Tour, nog één mooie uitschieter van de wereldkampioen op dit parcours. Uh, hij is de man voor wie ik ga. En dus worden dus de tijdritspecialisten. ga je daarin mee? Uh, ja, want ik liep met Fabio Jacobsen eigenlijk mee richting de bus. Uh, na mijn interview, of voor mijn interview moet ik goed zeggen, uh, die ik na de rit uh, naar Cahors had. En toen reden we voorbij de bus van uh, FDC. En daar zat al iemand toen op de tijdritmachine. En uh, ik zal Fabio citeren. Zo, die heeft dus zin in morgen. Succes hè, Stefan. Dus, uh, en die knikte zo. En, dus ik ga voor Stefan Koen, want die, uh, ja... Die uh, doet er alles aan om die tijdrit te winnen. Ja. Is natuurlijk een Europees kampioen, tijdritspecialist. specialist. Um, maar hadden we niet nog iets van hem? Ja, ik heb het niet over een, een transfer. Uh, volgens mij uh, kon hij naar UAE, naar Trek Zeke, Fredo of Boren Hansgrohe. Maar um, er is nog een ploeg in de running. Ja, uh, volgens mij zit de Deal op op position En gaat uh, Koen, naar Tim DSM. Dat, uh, daar lijkt het wel ja, op, inderdaad. Is nog niet helemaal uh, rond. Uh, of dat rond gaat komen, dat. Uh, is nog even om duidelijk, want hij zou eerst weg moeten mogen bij uh, FDG, ja. waar hij nog een, een contract heeft. Maar een clausule, of in ieder geval mogelijkheden zijn om toch uh, tussentijds uh, te vertrekken. Uh, volgens onze informatie is uh, Team DSM zijn volgende bestemming. Uh, ploeg kan daar nog niks uh, nee. over zeggen. Maar uh, ja, uit onze bronnen blijkt dat uh, zij toch wel uh, in poppenzin liggen om hem uh, voor volgend jaar te tekenen. Een grote trend voor de ploeg. Ja, absoluut. Als ze die binnenharken. Um, een paar jaar terug hebben ze eigenlijk. Want wat Koen wil is uh, het kopmanschap. Hij wil een van de leiders in de ploeg zijn. Hij wil een goed traject richting de Olympische Spelen van 2024. Richting de tijdrit. En het WK dat jaar is in Zurich in Zwitserland. Zijn thuisland. Ja. En daar wil hij ook uh, voor het wereldkampioenschap uh, tijdrijden gaan. Uh, de en de daar... ploeg met een goede tijdritfiets. Klopt. Nou, dat komt allemaal samen. Plus, hij was vijfde in de ronde van Zwitserland. Zijn ronde van Zwitserland. En hij wil eigenlijk wel ontdekken. Uh, ja, wat zijn mogelijkheden in het rondewerk zijn. Ja. En laat dat nou net een rol zijn die Ties Benoot in het verleden ook bij deze ploeg ja. heeft gehad. Dus ook wat dat betreft past het verhaal goed bij Team DSM. Ja. Um, is dat eigenlijk het enige wat we nog hebben? Nou, uh, nee, want er komt nog wel meer aan. Oeh, nou, dat ongetwijfeld in de volgende Wheelie Update. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren. En uh, ik zou zeggen, hou die website van ons in de gaten. Ademen. Ademen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.